Wie van je exen was het best iemand? Ja. Met wie van mijn beste vriendinnen zou jij het bed delen? Kijkt jij nog veel porno? Succes, hè? Ah ja, juist. Mijn naam is Jonas. Jonas X. En Katinka. Ja. Shoot. Nummertje 1. Hoe lang zijn wij al samen? Goh. Ja, juist, hè? Jij zit er juist 10 jaar, maar dat is niet juist, hè? Goh, hoe lang zijn wij al samen? Dat is gezellig houden, hè? Hoe lang zijn we dan samen? 10 jaar en 2 maanden, zeker, hè? Of... Ah ja, juist. Oktober. Ik heb niet geholpen. 5 maanden. 10 jaar en 5 maanden. Moet je elkaar wel leren kennen, van binnen en van buiten, zoals het moet. Dat heeft nog wel even geduurd, hè? Ja. Ah. We hebben dat rustig aangepakt. Ja, vooral, zeg, maar hij was zo wat een losbol. En hij dacht, ja, met mij niet zo. Hij gaat eens moeten werken. Hij heeft zijn best gedaan. Weet je dat mannen zijn die willen jagen en willen ze er ineens, willen ze ineens invliegen? Maar dat was dus bij jou niet het geval. We hadden ons echt wel weer geholpen. Ja, want moest ik wel op zijn avances zijn ingegaan. Ik denk dat op één date dan klaar was. Denk het wel, hè? In een one-night stand. Ja. Maar we hebben gebloot, denk ik, daarmee dat ik het een beetje vergeten ben. Waarschijnlijk. Gerookt, dus iets gedronken van het zonnetje. We zijn naar Windane geweest, dus zijn details dat ik wel weet. Ja, het zeetje. Liggen foefelen in het bedje, maar nog niet all the way. Spijtig genoeg, maar... Dus dat was onze eerste date, dat is juist. Sorry. En dat was goed, dat was leuk. Hè? Dat was keileuk. Ja, ik vond dat ook. Hij was zo bad boy. En dat sprak mij wel aan. Hij had ook zo een Justin Bieber capsule. En in die tijd vond iedereen dat... Ja, very nice. We hebben allemaal die fase gehad dat we jongeren waren. Lange haren. Ja, en hij was altijd heel bruin en dan dat capsule en zijn doen. Ja, daar ben ik wel op gevallen. Dat... Oké, ja, vraag 3. Ja, zo nu. Oh, dus wie haat ik het meest? Dan zou ik zeggen, recent gevallen, de Jeren, hè. Onze basketer, hè, onze lange. Maar dat is haten. Ah, maar ja, maar haten, wie haten jij dan voor de rest? Ik haat eigenlijk niet echt. Ik ben geen haatzuchtig persoon. Nee. Dus haten doe ik niet echt. Ja. Mijn kameraden hebben je allemaal wel één voor één gehad. Nee. Lastig die... gevonden, niet gehaat. Ah, maar ja, maar dat is de dingen haten, maar die ze haten, ja. Ja. Alright, volgende vraag. Dus ik moet het zo doen. Wat is mijn grootste angst? De angst. Wacht. Is dat iets mee over doodgaan? Man, nee, schat. Ah. Juist! Jij hebt hoogtevrees. Juist, ja. Jatty. Goed. Ja, dat is juist. Of van de week dat je bezig was over... Ja, maar uit een vliegtuig springen? Nee, dat wilde niet doen. Moesten we het geld hebben voor naar Mars te gaan, voor de wereld te zien? Nee, raketlancering, nee, dat wilde niet doen. Terwijl dat een zotte ervaring is en jij wilt dat niet doen. Nee, ik wil dat niet doen, schat. Ik was wel vergeten. Nee, ik dacht zoiets met de dood, met verdrinken of verbranden. Dat is ook wel een angst voor zo te sterven. Nee. Maar dat is eerder mijn angst dan, denk ik. Ja, voilà. Kom. Ik is benieuwd. Wat is mijn grootste onzekerheid? Je grootste onzekerheid? Uw tenen. Ah! Nee! Uw schone voetjes, schat. Uw prinsessenvoeten. Dat is een klein beetje. Ja. Zie? Katje. Ja. Dat is zo, hè. En er is niets verkeerd mee. Nee, maar dat jij is vindt waar. Dat wel. Dat is uw onzekerheid over uzelf, denk ja, ik. Ik heb Egyptische tenen, dus mijn teentje naast mijn grote teen is een klein beetje groter. Ja, veel groter eigenlijk. Er is niet op. Wat irriteert mij het meest aan jou? Oh. Als je? Oh, ja. Nee, ik ben een voddebal. Maar mij aan jou, hè? Ja, wel. Ah, ja. Juist. Ja, oké. Okay. Moeilijke vraag. Dat ik een voddebal ben? Dat je een voddebal bent, ja. Sowieso. Nee, als je bijvoorbeeld je boterham pepert of met zout, ga peper die al de keuken. Alles hè? Moet gepeperd ja, voilà. Ga peper alles. Ze maken wel hele lekkere marinade deze. Daar, dat dressingetje dat je maakt, dat is wel heel goed. Lekker, dat is wel topniveau. Crispy chicken, nee, Caesar. Nee, wat hebben we s'avonds gegeten? Caesar salad, hè. Wat hebben we s'avonds gegeten nog? Pannenkoeken? Ah ja, juist pannenkoeken, amai, dat was wel... dat kan ook goed, dat kan ook goed, pannenkoeken, ja. Ken ik ook goed. Gekste ervaring, gelijk als alle koppels zeker. Eerst een douche pakken ervoor.
heel weinig kleren aandoen, of toch iets, los t-shirtje, dat alles goed kan hangen. Dus ik weet niet wat dat de context is, mij... dat ze bedoelen, maar... Ja, maar ja, kies wat het is, hè. Gek is gek. Dat woont kokos in en dat er van het een komt ander, hè. Ja. Dat is even een mosseltje in eigen net en dat er moet gewassen worden, hè. Ja, maar ja, laten we het even... Dat is altijd spicy. Dat is altijd spannend, hè. Voilà. Pepert zijn een beetje. En we zijn vertrokken, hè. Nummertje 7. Een tussendoortje, lees je laatste 3 DM's hardop. Moet ik hem pakken? Ah, dan ben ik eens benieuwd, hè? Schillen. De laatste 3 DM's, ja, zo interessant is dat nou niet eigenlijk. Zet, ja, goeie punten. Iemand stuurt naar mij, laatste dingen is, ja, marcheert dat goed? 16 uur vasten per dag. Ja. Spannend. Bij deze, intermittent fasting, marcheert. Volgende heb ik nog gekregen, juist van Eetwel. That's also a great option. En over wat gaat dat? Over eten. Oh. En wat heb ik hier nog gekregen? Goed bezig. Schattig. Goed bezig. Bijna 11 jaar samen zijn, wij zijn er niet meer mee bezig. Van wie dat ik berichten krijg of hij berichten krijgt, dat kan altijd gebeuren bij de social media. Het is wat je ermee doet dan, hè. Na 7 jaar vond hij iemand interessanter op dat moment. En dan is het even helemaal misgelopen. Ja, ik heb er een beetje een geheimzinnige relatie mee gehad. En dan ik op dat... nu ook wel emoticons zag, met die smileys en hartje blazen. En ik vind het al heel raar dat je een meisje stuurt. Toen. En dan kreeg ik ineens van dat meisje een heel leuk sms'je. Want ik dacht dat hij bij zijn mama sliep. En dan is alles uitgekomen. En dat was een heel pittige periode, want dat was een heel pittige madame. Ja, dat was wel even... But we made it. Ja. Only the strong survive. Wie van je exen was het best in me? Nou, goed, kraai. 3 lange relaties gehad. Roy. Ja. Ja, ook mee eens. Ik heb ook geprobeerd. Dat is top. Zie waar. Vraag 9. Met wie van mijn beste vriendinnen zou jij het bed delen? Ja, dat weet hij, of niet? Ja, dat weet ik. Daar hebben we het straks nog over gehad. Als ik moet zeggen, ik heb dat eens gezegd, die lijkt wel op iemand van mijn nichtje van vroeger, waar ik wel een aantrekkelijk meisje vond. En zij had er zo wel iets van weg. Dus ik vind dat wel de mooiste, ja, van uw vriendinnen. En mijn vriendinnen weten dat allemaal, dus je mocht eraan ook zeggen. Ja, ik denk dat wel. Ja. Nathalie Kille, hè. Ja. Ook ik pakken, hè. Klein, fijn, wild. Ja. Just the way I love it. Bon, vraag 10. Wat is mijn guilty pleasure? En dat is chocolade. Is dat mijn guilty pleasure? Ik denk dat wel. Jij hebt dat gisteren of eergisteren nog heel moeilijk mee gehad voor donuts. Of chocolademons of donuts in de winkel te laten liggen. Ja. Wat is het wel karakter? Ja. Vraag je 11. Wat was mijn grootste uitgave en hoe hoog was dit bedrag? Kapot, ja. Dat is eigenlijk... Juist gekocht, zeker. Allee, ja, het hangt ervan af hoe dat je het... Je appartement, hè. Ja. Ja, eigenlijk ja. Maar het recente... Vorig jaar heb je een nieuwe auto gekocht. Dat was 15.000. Ja. Maar je hebt wel ook een eigen appartement gekocht toen we uit elkaar zijn gegaan. En dat was 156.000. En dat maar helemaal gerenoveerd, hè. Dat kunnen ze nu kopen voor 250, hè. Ja. Daar hebben we het over gehad, hè. Dus als moesten er kopers zijn, 250.000. En dit is het eerste jaar dat ik een mooi cadeautje heb kunnen kopen voor jou? Toen we uit elkaar zijn gegaan, heb jij wel de mooiste stap gezet. In plaats van iets te huren, heeft ze een appartement gekocht. Heel hard voor gewerkt, ja. Ja, en dat vond ik wel, was ik wel fier op dan, dat ik zoiets had. Vraag 12. Wat is mijn bijnaam voor jou? Ja, ik noem jou Liefje, hè. Jij bent Liefje. Ja. En voor de andere mensen ben je Johnson. Johnson. Ik hoor heel vaak het woordje volleybal. Dat herhaal ik nog wel eens. Ja, mag jij naar mij klootzak of lul of niet? Lil Bitch. Ah, Lil Bitch, ja, dat is ook wel. Lil Bitch. Lil Bitch. Ja, mijn open vraag aan jou. Dat is een ik ben super benieuwd. Kijkt jij nog veel porno? Goh, dat is wel een moeilijke. Eigenlijk niet zo heel veel, maar dat gebeurt nog wel eens. Heel af en toe. En als ik goesting heb, dan stuur ik al of dan zeg ik al van schat, strak. Dus ja, heel af en toe. Okay. Ben je nu teleurgesteld? Of? Nee, nee.
Goed. Moet op mij wachten dan, hè. Ja. Je moet wel wat voorbereiden, een beetje warm maken. En dan het is wel grappig dat Tine net dat ooit is gezien op mijn gsm. Ik zal er even over afwijken. En die zegt er niet tegen. We waren allemaal samen in een Davai, toch, die nieuwe bar. Ah, oh, nee. En dan zaten wij even hier allemaal eens. Met een man of 10, tequila aan het drinken en zo. En alles just erop en eraan. Juist die tequila shotjes dat en ik wou het laten zien op mijn gsm. En ik doe mijn Google open en dat stond er zo nog op. En ik zie zo naar Tine. Ik zeg, oh, Tine, dat is wel ons geheim. Je bent nog tegen niemand niet over gezegd. Een ja, ik wist dat niet. De meest ik zo fan van Tine natuurlijk. Oh, dat vind ik heel lief. Een leuke anekdote daar rond. Ja. Ja. Ik heb dat ook nog wel eens gedaan. Tushy.com. En als ik vraag op... trouwens, zeker allemaal eens bekijken. Dat is ook graag, er zit zo wel een verhaal achter en zo, weet je. Ja, dat is het. Kan ik een vraag stellen aan u? Jij, van, een serieuze vraag. Ja. Wat zoude jij, niet alleen voor u, maar voor ons als koppel, wat zoude jij nog willen bereiken? Dat je zegt, dat wil ik echt samen. Oh. Dat je zegt van, deze voor onze relatie echt top te maken. Of kunnen zeggen van, dat was, deze was alles. Wat zou je dan nog willen... Ik heb twee dingen eigenlijk. Willen bereiken samen. Omdat wij zo sportief zijn en eigenlijk passen wij perfect als fit koppel, wil ik eigenlijk met u er hier verder in gaan. Ik wil met u samen training geven of dat mensen rond komen, een koppel, dat wij die kunnen trainen. Of... Ja, ik wil dat samen ook wel doen. Ja, dat zou wel leuk zijn. Ja. Zo het sportieve, alles eruit aan in het sportieve. Ja. Ik wil dan ook zo mijn een touch eraan geven en dat komt kei goed in, denk ik. Voilà. En ik wil met u naar de Malediven, hè. Ja, dat weet ik, hè. Dus we gaan een praktijk maken bij ons thuis, hè. Zou het chill zijn, hè. Ja, maar ook met schilderruimte nog, hè. Ja, dat maken we van achter, okay. Schat. Dat is goed. Check. Alright, top.